Het Korps Politie Suriname heeft gisteren de vijfdaagse training in mensenhandel succesvol afgerond. De deelnemers aan de training waren politieambtenaren en leden van het Openbaar Ministerie. Het doel was om de participanten vaardigheden bij te brengen, zodat ze de daders van mensenhandel effectiever kunnen opsporen en vervolgen. De inhoud van de korte cursus is samengesteld door het ministerie van Justitie en Politie, de ambassade van Amerika en de United Nations Office on Drugs and Crime. De trainers zijn afkomstig uit Nederland. Bij de afsluiting gaf de voorzitter van de werkgroep Trafficking in Persons, Lucretia Redan, aan dat de training gebaseerd is op internationale standaarden. Er zijn heel veel zaken met u doorgenomen. Overzicht is gegeven ten aanzien van internationale en nationale wetgeving. U heeft competenties en verantwoordelijkheden van nationale en internationale ketenpartners meegekregen. U heeft het belang van samenwerken en informatiedeling meegekregen. Vooral dit stukje wil ik meegeven van informatie en samenwerken. Geen enkel land is in staat om mensenhandel te bestrijden. We gaan het samen moeten doen. En alleen door samen te werken en informatie te delen, gaan we dat kunnen doen. Dus neem dat ook mee. Jullie hebben het meegehad in de training. Neem dat ook mee voor de praktijk. Tijdens de training hebben de cursisten ook inzichten gekregen over de nationale en internationale wetgeving. De aanpak van mensenhandel moet vooral geschieden vanuit de positie van het slachtoffer. De politie moet vooral rekening houden met de fundamentele rechten van de mens, onderstreept Redan. Verder heeft u de verschillende typologieën gehad van mensenhandel. Indicatoren van mensenhandel. U heeft de modus operandi geleerd. Het praktiseren van die nationale wetgeving in zaken mensenhandel. Erg belangrijk, slachtofferidentificatie. Hoe moeilijk is het niet altijd om personen van die slachtoffers zijn daadwerkelijk te identificeren. Verder heeft u de training afgesloten met een simulatie van een opsporingsonderzoek van mensenhandel op een der goudvelden in het binnenland van Suriname. Gevolgd door een simulatie terechtzitting. Heel erg interessant om te zien hoe dat allemaal in elkaar is gezet. Wij zijn ervan overtuigd dat u allen, de cursisten, de opgedane kennis, kunde en ervaring zult omzetten in de praktijk ter bestrijding van mensenhandel. De voorzitter van de werkgroep Trafficking in Persons, Lucretia Redan, gisteren bij de afsluiting van de vijfdaagse training over mensenhandel. De training was bestemd voor politieambtenaren en leden van het Openbaar Ministerie.